Zoals je in de video van afgelopen maandag hebt kunnen zien is mijn belegde vermogen flink gegroeid. Ongeveer 200.000 euro meer waard geworden in het afgelopen jaar. En kijk alleen naar de laatste zes weken. Ongeveer 80.000 euro afhankelijk van Tesla. En die staan vandaag wanneer ik dit opneem toevallig net 10% in de min. Maar ik heb ook in die video aangegeven om juist... Iets specifieker in te gaan zoomen op mijn portfolio bij de Giro. Welke aandelen heb ik verkocht? Welke aandelen heb ik gekocht en vooral ook vertellen waarom ik dat heb gedaan. Dat is deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Een kanaal waar we werken aan onze toekomst. Een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video gaan we dus kijken naar mijn portfolio: een update van mijn portfolio. Dus laten we daarom ook gaan inloggen bij de Giro. De Giro is namelijk de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen, van mijn ETF's. Ze hebben op dit moment ook nog een actie voor nieuwe klanten. Die krijgen tot 50 euro te goed transactiekosten te goed. Dus dat is denk ik zeker interessant. Dus maak gebruik van de link onder deze video om gebruik te maken van deze actie. Maar als we dan zijn ingelogd bij mijn account bij de Giro, dan zien we um, hier mijn transacties. Dit is eigenlijk ja, een stukje, eigenlijk de laatste maand. Het begint met Euronav, een goede maand geleden. Die heb ik verkocht, was een wat kleinere positie. Uh, je ziet het hier ook wel 1150 euro. Het doel daarvan was, of de reden daarvan was, omdat het gewoon het koersdoel behaald was. Waar ik eigenlijk vooral op wil gaan letten is wat er sinds die tijd is gebeurd. Sinds eind uh, oktober is dat eigenlijk. Te beginnen met Tesla. We zien twee dingen. Um, ik wilde daar eigenlijk twee orders klaarzetten. Die zouden worden uitgevoerd als die of de 1099 dollar aan zou tikken. ...of juist de duizend en één dollar... ...dus een beetje of hij nog verder ging stijgen of ging dalen... ...ik maakte alleen uh, het verkeerde ordertype ik aan... ...ik klikte daar verkeerd... ...dus werd eigenlijk die order meteen verwerkt... ...omdat de koers boven die duizend en één dollar stond... Um, ...op zich niet heel erg... ...want ik was, zoals natuurlijk als je zo'n verkooporder erin zet... ...was ik al bezig om eigenlijk uh, een gedeelte te verkopen... ...alleen ja, de koers moest nog een beetje afwijken... ...of verder stijgen of verder dalen... ...werd toen dus direct uitgevoerd... En je ziet dat ik ongeveer daar 22.500 euro door uh, ja, eigenlijk heb verkocht aan Tesla-aandelen. Waarom ik die verkoop heb ingepland heeft eigenlijk verschillende redenen. Natuurlijk ben ik wel iemand die al heel vroeg in Tesla geïnvesteerd was. Sinds 2016, 2017 begon het met één aandeel, twee aandelen, iets meer. En toen had ik er op een gegeven moment dus 125, dat was net na de stoksplit. split, uiteindelijk nog 50 bijgekocht. Dus ik had de 175. En het was nu voor mij een moment om in ieder geval uh, eigenlijk mijn inleg eruit te halen en eigenlijk ook al een stukje winst eruit te halen. Ik heb volgens mij 16.000 of 17.000 euro in totaal geïnvesteerd. Dus met deze ene verkoop heb ik en mijn inleg eruit en rendement gemaakt, winst gemaakt. Maar dat had dus verschillende redenen waarom ik dat ging doen. Laten we bijvoorbeeld ten eerste kijken naar de grafiek. Hier zien we de koers van Tesla en elk balkje is uh, één dag. En dan hebben we eigenlijk, in ieder geval hier, het gaat geleidelijk aan weer omhoog. En dan komen we bij een punt aan dat hij eigenlijk zijn vorige all-time high bereikt. Rond de 900 dollar was dat. En daarop schiet hij echt omhoog. Um, alles had een beetje mee rondom Tesla. Ze hadden goede kwartaalcijfers. Toen kwam er goed nieuws over de deal met autobedrijf Hertz. 100.000 auto's die geleverd of die besteld zouden worden. Nou, het contract was er nog niet, maar het was wel heel erg goed voor het bedrijf, eigenlijk voor de hele sector. Um, en ik denk ook zeker dat dat goed is. Alleen de manier waarop toen de koers daarop reageerde, ik denk dat niet, dat, dat niet in verhouding staat met, met het nieuws wat er op dat moment gebeurde. Het ging eigenlijk gewoon te hard omhoog. Je ziet hier echt gaten ontstaan in de grafiek. Het schoot echt omhoog, want ja, op een gegeven moment was het net door de 900 dollar. En voor je twist was het al boven de 1200 dollar. Nou, dat was dus voor mij die reden um, ja, om te gaan kijken van, is het niet een beetje... Te gek aan het worden, eigenlijk. Zeker de manier waarop, omdat je eigenlijk ja, het schiet zo hard omhoog. Je weet dan ook dat als het misgaat, het vaak weer heel hard naar beneden gaat, omdat er eigenlijk geen ja, niveaus van weerstand zijn. Uh, het wordt misschien een beetje heel erg technisch en zo, maar uh, ja, dat zie je toevallig wel weer vandaag. Als het dan daalt, dan zien we het ook dalen met zo'n 10,24% op dit moment. Dus ja, uh, dat is een van de redenen geweest. Natuurlijk is dat niet de enige reden geweest. Kijk bijvoorbeeld naar mijn eigen waardering die ik had gemaakt voor het aandeel Tesla. Dit is trouwens via de nieuwe site die waarschijnlijk volgende week online komt. Dus daarover binnenkort meer informatie. Zal ik even een klein beetje inzoomen. Dat je kunt zien wat ik heb ingevuld. Het is eigenlijk een verwachting voor de komende zeven jaar. In het slechtste geval, in het gewone geval, Tesla gaat zelf ook uit van 50% groei per jaar. Of als het heel erg goed gaat met 60% per jaar bepaalde percentages voor de winst, uh, PE ratio's. Maar scrollen we naar beneden. Dan zien we um, net achter mij zitten de koers op dit moment. 1057 dollar is dat. Um, maar als je gaat kijken naar de waardering die ik maak op basis van mijn eigen verwachtingen. Ja, dan is hij in heel veel gevallen overgewaardeerd. Hier zit je ongeveer net ja, rond die koers. Uh, maar ik zelf schat hem in. En dat is nog een beetje voor de deal met hertz, zo rond de 800 dollar. Misschien inmiddels 900 dollar of 700 dollar. Ik weet nog niet precies wat de waarde van die deal van hertz is. Maar um, in ieder geval een stuk minder dan de koers op dat moment was. Dus boven de 1100 dollar. Dus dat was voor mij een reden om in ieder geval dat stukje te verkopen. Heeft het natuurlijk ook mee te maken dat Tesla is, toen ik begon met beleggen, was het een groot gedeelte van mijn portfolio. Maar dat is het nu nog steeds, terwijl het bedrag, mijn belegde vermogen, veel groter is geworden. Het is heel erg leuk om te zien dat Tesla de reden is geweest dat ik heel veel vermogen heb kunnen opbouwen. Maar ik vind het ook belangrijk dat we nu, in, deze, in dit stadium waar we nu zitten, dat ik ook mijn vermogen ga behouden. Want het zou ook zomaar kunnen, dat zien we vandaag wel, dat het echt met grote stappen achteruit gaat. En het zou zonde zijn als ik 270.000 euro belegd vermogen heb. Maar over een paar maanden het in één keer gehalveerd is. Of meer dan gehalveerd is. Dus ik ben ook op zoek naar nieuwe investeringen. Of in ieder geval weer een gedeelte investeren in, in wat ja, meer zekerheid. Bredere spreiding. Omdat ik denk dat dat op de lange termijn beter is voor mij. Kijken we dan nog verder naar wat transacties? Dan zien we bijvoorbeeld basic Fit staan. Deze heb ik verkocht um, toen hij. Eigenlijk de dag, of in ieder geval toen bekend werd dat er weer um, ja, een persconferentie zou komen. Uh, je ziet dat ja, corona steeds meer terugkomt. Dus ik dacht: dit gaat impact hebben op sportscholen. Um, alleen achteraf viel dat wel mee. Um, dus ik heb in het begin 400 aandelen gehad. Ik had er toen nog 250, heb er 50 van verkocht. 2000 euro uitgecashed. Um, ik had verwacht dat er eigenlijk het aandeel verder zou zakken. En aan de andere kant. Misschien dat het ongeveer het koersdoel wel bereikt was. Inmiddels is het natuurlijk wel zo geweest dat uh, Basic Fit ook weer een beleggersdag heeft gehad. Nieuwe informatie bekend is geworden. Ze gaan juist uh, sneller meer uh, scholen openen, sportscholen openen. Dus er zit heel veel groei in. Heel veel potentie in zitten, ze, denken zij zelf ook nog. Je ziet dat koersdoelen alweer een beetje richting de 48 dollar worden opgeschroefd. Dus dat had op een gegeven moment een paar dagen later was dat koersdoel eigenlijk al bereikt. 49, dollar heeft het, 49 euro heeft het aangetikt. Alleen je zag dan ook weer juist gisteren dat één uh, partij... die 13% volgens mij, uh, belang had in Basic Fit, daar de helft van verkocht. Dus dat heeft natuurlijk ook weer impact op de koers. Inmiddels zijn we weer uh, ja, een stuk lager, staan we onder de 43 euro. Die andere 200 aandelen houd ik in ieder geval wel aan... omdat ik echt wel denk dat uh, Basic Fit... Um, ja, sowieso, als ze, zoals ze zelf al zeggen, flink kunnen groeien. Dat gebeurt uit zichzelf met nieuwe sportscholen. Maar wat je waarschijnlijk ook zult zien... is dat zij heel goed in staat zijn... om de coronacrisis door te komen... zonder uiteindelijk heel veel schulden. Ze hebben wel schulden, maar dat is... Niet zo erg voor een beursgenoteerd bedrijf. Dat is veel erger voor de kleine sportscholen. Die verwacht ik dat die meer zullen gaan omvallen nu de steun vanuit de overheid wegvalt. Nu zij belasting weer moeten gaan betalen. Die schuld die ze hebben opgebouwd moeten gaan afbetalen of aflossen. Dus ik denk dat daar alleen Basic Fit op de ja, komende jaren alleen maar profijt van gaat hebben. Um, als, het zo, als ik het zo zeg, klinkt het dus niet echt logisch dat ik verkocht had. Maar dat was meer eigenlijk het idee van een swing trade en tijdelijk. Zou ik verwachten dat het wat minder ging door de nieuwe maatregelen. Um, wat heb ik dan met dat geld gedaan? Nou, dat heb ik niet allemaal geïnvesteerd. Ik heb onder andere Alibaba gekocht. Daar had ik al wat aandelen van. En daar heb ik nu zo'n 2000 euro extra aan aandelen bij gekocht. Um, waarom dit bedrag is omdat ik dan ongeveer uitkom op 5000 euro in totaal. Um, ik geloof wel in het bedrijf. Ik uh, vind het alleen wat lastig aan, gezien het een Chinees aandeel is. Dus ik wil daar niet een te grote positie in nemen. Dus ik dacht met een paar procent van mijn portefeuille is dat mooi om daar een positie in te nemen. En kijken we naar de koers van Alibaba, dan is die op dit moment zo rond de 161 dollar. Die stond een tijdje geleden stukken hoger. Ik ga heel even sluiten. Een top zo van 270 begin dit jaar eigenlijk nog. Toen echt weggezakt, gehalveerd naar rond de 130 maar de cijfers van het bedrijf zien er gewoon heel goed uit. Leek heel eventjes op te leven, onder andere toen um, Charlie Munger weer bekend maakte dat hij meer aandelen had gekocht. Eigenlijk ja, profiteerde van de dip van dit aandeel. Hij gelooft natuurlijk in op de lange termijn. Dus um, ja, ik geloof er ook wel in op de lange termijn. Het is alleen nu niet heel interessant voor beleggers om Chinese aandelen te bezitten, um, omdat het, ja, je weet niet wat de overheid precies wil of welke impact dat gaat hebben op aandelen. Maar kijk ook even voor Alibaba naar mijn eigen waardering. Dan zie je dat we op dit moment zo'n koers van rond de 161 dollar hadden. Terwijl ik zelf denk: ja, ik denk tussen deze vier koersen in. Dus zeker dat we eigenlijk makkelijk kunnen verdubbelen. Wat we de koers die we dus ook eerder dit jaar zagen. En misschien zelfs nog wel een beetje meer. Dat is gebaseerd op de volgende scenario's. Kijk even zelf naar deze percentages. Maar ik denk zeker dat dat niet heel gek is. Dat dit bedrijf de komende tijd. Komende jaren nog met 20 tot 30 procent per jaar groeit het. Is al heel winstgevend, dus ik denk dat het juist op dit moment ondergewaardeerd is. Dat misschien een van de weinige aandelen is die ondergewaardeerd is. Dus ik heb er extra in geïnvesteerd. Maar ik, zoals gezegd, wil er niet een te grote positie van maken in mijn portfolio. Kijken we dan naar de volgende aankoop: dat is Meta of Meta Platforms. Ik weet niet hoe je het tegenwoordig uit moet gaan bespreken, maar het is eigenlijk dus gewoon Facebook. Uh, ook daar had ik al een positie in, gaan we zo nog wel kijken. Maar ook dit is wel een aandeel waar ik gewoon in geloof dat het op, in ieder geval op dit moment uh, ja, redelijk gewaardeerd is. De koers is een stuk lager dan laatst, omdat ze natuurlijk heel veel negatief nieuws weer hebben gehad. We hebben weer een klokkenleider gehad. Uh, dat is op zich niet positief voor het aandeel, maar het bedrijf zelf is wel gewoon heel winstgevend. Dus voor mij wel weer een reden om deze positie ook weer een stukje uit te breiden. En ook voor Facebook heb ik natuurlijk weer zelf een waardering gemaakt. Tussen de 20 en 30 procent groei. Ik denk eerder zelfs 20 tot 25 procent per jaar. Gewoon heel erg goede marges die ze maken. Dan komen we uit op ja, 400, 500, 600, 700 dollar misschien wel voor dit aandeel over 7 jaar. Als ze deze groei in ieder geval wel maken. Maar ik denk dat dat zeker niet heel gek is als dat zou gebeuren. Dat betekent dus eigenlijk gewoon dat het aandeel nu. Ja, een goede waardering heeft een mooie prijs om in ieder geval een goed rendement ook te maken op dit aandeel. Voor mij dus weer een reden om juist wel in dit aandeel wat extra uh, aandelen te kopen. En tegelijkertijd heb ik dan natuurlijk ook uh, best wel een behoorlijk deel, 5400 euro bijna in VWRL gestoken. Uh, Vanguard FTSE All World, oftewel de wereldwijd gespreide ETF van Vanguard. Omdat ik vind, uh, ja, zoals ik eerder al zei, ik wil meer spreiding. Um, en ik denk dat dit een hele goede basis is ik heb eigenlijk heel weinig de laatste tijd in VWRL geïnvesteerd terwijl ik dit eigenlijk wel meer zat willen doen dus vandaar eigenlijk deze grote aankoop en dan toevallig vandaag nog mijn laatste 25 aandelen van Alfa verkocht uh, tikte 100 euro aan en ik dacht van ja als we de koers van Alfa bekijken dan kunnen we het trouwens al meteen doen um, dat doet hij vaker en dan piekt hij ongeveer op rond de 100 en dan gaat hij weer naar beneden dus ik dacht ik heb daar al zoveel rendement op gemaakt en ik denk, ik, ja, het is wel natuurlijk een bedrijf in een sector die heel erg goed gaat doen de komende jaren. doet het al heel erg goed. Maar er zit ook al heel veel groei ingeprijsd in het aandeel. Um, het management zelf heeft eigenlijk eerder dit jaar alles zo rond de 65 euro verkocht. Dus dat geeft misschien ook al iets aan. En ik zit ook steeds vaker te denken van, het bedrijf doet dan wel heel veel rondom laadpalen of elektriciteitsnet... Maar zij zijn daar zeker niet uniek in. Ze hebben niet een uniek product. Er zijn ook zeker concurrenten. En zeker als de markt zich zo ontwikkelt, komen er meer concurrenten. Dus voor mij was het nu in ieder geval een moment om dit te verkopen. Wel met de gedachte, maar mocht het weer gaan dalen, weer, ja, mocht het weer richting de 80 of nog lager gaan, dat ik dan mogelijk wel weer in ga stappen. En we zagen dan dat ik eigenlijk alle transacties had gehad. Dus laten we even kijken naar mijn portfolio hoe dat er nu uitziet. Nou, vandaag is niet echt een geweldige dag, want we staan bijna 18.000 euro in de min. Dat zei ik al, dat komt eigenlijk vooral door Tesla. Tesla staat zo'n 10% in de min vandaag. Ik weet niet precies nog steeds waarom dit vandaag is. Gisteren hadden natuurlijk uh, dat Elon Musk aankondigd dat hij 10% van zijn aandelen zou gaan verkopen. Daarop ging het volgens mij al 7 of 8% onderuit. Vandaag dus nog eens een keer 11%. Dus um, ja, dat geeft eigenlijk ook al aan wat ik straks zei. Het gaat heel hard omhoog. Maar als het juist zo hard omhoog gaat, dan heeft het ook geen weerstand. Als het omlaag gaat, kan het ook juist weer heel hard omlaag gaan. En ik ben nog wel van plan om meer uh, posities te gaan sluiten. Ik weet nog niet precies welke of precies wanneer. Um, maar het, ik wil wel eigenlijk uh, iets meer losse aandelen, dat ik meer overzicht krijg en dat geld gebruiken voor of nieuwe aandelen te kopen, of juist nog wat uh, ETF's uit te breiden bijvoorbeeld. Of Posities die ik al heb uit te breiden. Dat is een beetje afhankelijk van hoe de koersen zich ontwikkelen. Um, ja, welk nieuws we krijgen de komende tijd. Ik ga niet in één keer alles verkopen. Ik ga gewoon geleidelijk aankijken van... op welke manier kan ik mijn portfolio verbeteren. En eigenlijk ook dus direct meer spreiding aanbrengen in mijn portfolio. Dus kijk ook even naar mijn portfolio zou ik zeggen. Ik wil niet elke positie uitlichten. Maar bijvoorbeeld Alibaba, zoals gezegd, zit nu ongeveer 5000 euro in. Dat is dus zeg maar... 2% van mijn portfolio zou ik eventueel nog uit kunnen breiden, mocht het verder gaan dalen bijvoorbeeld. Uh, uh, Barrett Gold doet het niet zo heel goed, maar dat is eigenlijk een hedge tegen de rest van de portfolio. Als dit aandelen niet goed zou gaan, dan zou goud het waarschijnlijk wel goed doen. Basic Fit, dus een gedeelte verkocht, maar nog altijd 9000 euro daarin zitten. Uh, Intel is toch wel zo'n positie die ik mogelijk uit ga breiden. Um, bedrijf vergeleken met concurrenten doet het niet heel goed. Maar het is wel een bedrijf met veel omzet, veel cashflow. Dus misschien juist wel uh, goed gewaardeerd of interessant gewaardeerd op dit moment. Facebook dus, zo'n 8500 euro uh, op dit moment geïnvesteerd. Daar laat ik het op dit moment heel eventjes bij. Um, mogelijk in de toekomst dus nog wel uh, iets uitbreiden. En dan zien we eigenlijk hier onderaan nog wat uh, trackers of ETF's die ik heb. Nou, inmiddels is dus uh, VWRL uh, all World, zeg maar, uh, uitgebreid met zo'n 5.000 euro... nu 16.000 euro. Dus in totaal zit er zeg maar 20.000 euro in ETF's... en dat is eigenlijk niet zo heel veel... als je gaat kijken naar het totale bedrag. Uh, dat is ja, nog geen 10%. Dus dat is wel iets waar ik, zoals gezegd, steeds meer mee bezig ben... dat ik juist denk dat ETF's... ik kan dan toch in een sector investeren die ik interessant vind... of juist hele marktbreed. En op die manier... Met eigenlijk een paar ETF's toch gewoon spreiding aanbrengen in mijn portfolio. Dus wat is eigenlijk de samenvatting van deze video? Nou het begint denk ik eigenlijk met de verkoop van Tesla. 25 aandelen verkocht, 22.500 euro. Dat is uitgehaald. Uh, juist omdat Tesla eigenlijk te hard ging stijgen. Ik ben echt wel iemand die gelooft in Tesla in de toekomst. Maar dit ging wel heel erg hard. Zoals gezegd dan gaat het waarschijnlijk ook ...heel hard onderuit en dat zien we nu ook alweer gebeuren. En zeker ook een moment, niet alleen vanwege Tesla zelf... ...maar wel vanwege de positie in mijn portfolio... ...dat het eigenlijk uh, te dominant was en al bleef... ...en dat ik daarom eigenlijk meer spreiding wil aanbrengen. Dat is ook de reden dat ik een gedeelte daarvan... ...dus juist heb geïnvesteerd in VWRL. Ook iets wat ik eigenlijk de komende tijd... ...meer geld in wil gaan steken. Dat ik eigenlijk toch het idee heb dat de markt is overgewaardeerd... Uh, ...er komt een keer een kruis of een correctie... ...aan de andere kant... Als rentes laag blijven kan dat nog wel een tijdje duren. Dus ik ben daar zelf ook nog niet helemaal uit. En dan zoek ik dus ook nog wel bedrijven zoals Alibaba of Facebook. Omdat dat denk ik een van de weinige bedrijven zijn... die gewoon op dit moment nu interessant gewaardeerd zijn. Ik wil dus ook wel meer posities in mijn portfolio gaan sluiten. Ik zal niet zo snel een nieuwe positie aangenemen. Misschien wel bestaande posities uitbreiden... Uh, echte aandelen waar ik in geloof. Opdat ik op die manier ook meer overzicht krijg in mijn portfolio. Maar ik ga ook zeker een gedeelte in cash aanhouden. Dat zag je nu ook. Ik heb nog niet al het geld dat ik uh, eruit had gehaald, eigenlijk opnieuw geïnvesteerd. Aan de ene kant omdat ik niet ja interessante bedrijven tegen een goede waardering kan vinden. Aan de andere kant, omdat ik gewoon geld achter de hand wil hebben, mocht het een keer misgaan op de beurs, komt er een correctie, dan heb ik geld om daarvan te profiteren. En dat zien we trouwens ook al gebeuren bij Warren Buffett. Uh, de laatste kwartaalcijfers, daar zagen we dat uh, zijn bedrijf Berkshire Hathaway inmiddels meer dan 140 miljard eigenlijk op de bank heeft staan. Hij geeft zelf daarmee direct en indirect aan van ja, we kunnen wel. Uh, natuurlijk voor zo'n bedrag is het ook moeilijk om een positie te nemen in een bedrijf, want je bent aan heel veel regels verbonden als je al meer dan 10% bezit. Maar het geeft eigenlijk wel aan dat hij ook zegt van ik kan gewoon op dit moment niet echt goede deals vinden en ik laat het geld liever op de bank staan waar het minder waard wordt door inflatie, omdat ik denk dat er, er komt een keer een moment, misschien duurt dat nog een paar jaar, maar dan kan ik goedkoper instappen en dan heb ik het geld om ook die aankopen te doen, zodat ik juist op de lange termijn daar toch meer rendement mee maak. Nou, ik wil niet mezelf gaan vergelijken met Warren Buffett, maar ik denk wel ongeveer een beetje hetzelfde. Juist omdat ik dus eigenlijk mijn vermogen ook wil behouden. Natuurlijk wil ik het laten groeien, maar ik wil het ook zeker behouden. Is dit wel een strategie die ik steeds vaker ga toepassen of wil gaan toepassen? Maar laat ook vooral weten hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, heb jij aankopen gedaan, verkopen gedaan de laatste tijd in je eigen portfolio? En waarom heb je dat gedaan? Of wat verwacht je van de toekomst? Ben je misschien daar al op voorhand bereiden en op welke manier altijd interessant om te horen, niet alleen van mij, maar ook voor andere kijkers. Dus Laat dat vooral weten in de reactie onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. En mocht je meer video's willen zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.